Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door I am Weather. De weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op IamWeather.com. Goedendag. De voorjaarsvakantie voor Midden- en Noord-Nederland is volop gaande. En de week begon best mooi met de ruimte voor de zon, zoals hier achter me. Maar ja, er kwam toch bewolking opzetten. En vooral de maandag verliep op veel plaatsen een beetje druilerig. Er viel regen tot in de dalen. En de sneeuwvalgrens lag zo rond de 2000 meter. En dat is best wel hoog. En dat zorgde er ook voor dat de sneeuw her en der ja, toch wel wat pappig was en zwaar. En pas hogerop werd die sneeuw beter, maar ja, het zicht was daardoor ook slecht. Dus die, ja, de omstandigheden waren niet echt ideaal. Maar vanmorgen was er toch dan ineens die winterse verrassing in vooral Voralberg in het oosten van Zwitserland. Daar viel regionaal toch weer even wat sneeuw tot in de dalen. Daar werd het zelfs tot 800 meter wit. En dat is toch wel even geleden. En dit beeld, zoals hier achter me, gaan we later deze week op veel plaatsen zien. Het wordt weer wit en het wordt allemaal weer een stuk beter. Nou, eerst kijken we naar het plaatje op 1500 meter hoogte. En dan zien we dat vandaag de Alpen ja, toch wel een iets koudere lucht lagen. Maar vanuit het westen komt ja, toch wel weer wat zachtere lucht opzetten. En dan is het de komende twee dagen echt nog wel weer. Lenteachtig te noemen. Vooral donderdag krijgen we een feun te maken. En dan zou het aan de noordkant zomaar 15 graden kunnen worden. Maar we zien ineens blauwe kleuren verschijnen. Een hoogte trog. Boven het noorden van de Noordzee zakt af richting Centraal-Europa en neemt koude lucht met zich mee. Het weekend verloopt echt anders. De temperatuur op 1500 meter hoogte komt niet of nauwelijks boven nul uit. En ook begin volgende week zien we dat de Alpen ja, toch al lange tijd in die koude lucht blijven liggen. Zachte oceaanlucht kan de Alpen niet meer bereiken. En dan wordt het allemaal een stuk beter. En als we dan kijken bij het weer, wat daar dan bij wordt verwacht, dan zien we dat uh, startend hier bij woensdagnacht. dat de Alpen eerst nog in uh, ja, toch wel rustig vaarwater liggen. Maar in de loop van woensdag komt die storing dichterbij. En dan zien we dat er een, echt wel een bulk met neerslag donderdag op vrijdag. over Italië en de Oostenrijkse Alpen trekt. En dan gaat dan weer sneeuw zijn tot in de dalen. Er kan echt wel veel sneeuw vallen. En ook begin volgende week zien we als dat lage drukgebied met dat hoogtetochtje afzakt richting Centraal Europa, dat ook de Franse en de Zwitserse Alpen weer te maken gaan krijgen met sneeuwval. Het wordt dus allemaal een stuk beter. We beginnen eerst nog met de sneeuwval voor deze don, uh, dinsdag. En dan zien we dat er vooral in het en het oosten van Zwitserland er zomaar weer wat sneeuw is gevallen. Het is niet veel, maar toch weer wat. En als ik de boel in beweging zet... Dan zien we dat die neerslag wegtrekt en dat het dan toch best wel een vriendelijke woensdag is met de ruimte voor de zon. Maar die donderdag verloopt dus een stuk wisselvalliger. En dan zien we toch dat die bulk met sneeuw in de nacht naar vrijdag en vrijdag over een deel van de Alpen trekt. En dan gaat er echt weer veel sneeuw vallen. Dan moeten we toch rekening houden met 50 of 100 centimeter. En dan vooral in het gebied vanaf Zuidoost-Zwitserland via de Italiaanse Alpen en de Dolomieten richting Carinthië. Behoorlijke hoeveelheden. En de sneeuwvalgrens zakt er bijna 1000 tot regionaal 600 meter. Dus de sneeuw gaat ook weer tot in de dalen vallen. En wat verder opvalt, is dat hier rondom de Caravanken. Dat is hier onder me. Ja, het drie landenpunt met Italië en Slovenië, dat daar zomaar eens 150 tot misschien wel 170 centimeter sneeuw kan vallen. Het is vrij regionaal, maar echt wel behoorlijke hoeveelheden. Minder sneeuw valt er helaas in het westen van Zwitserland en in de Franse Alpen. Maar daar valt dus volgende week veel sneeuw. Kortom, het is dus eerst nog vrij zacht. Vooral donderdag temperatuur aan de noordkant richting de 15 graden. Maar dan trekt in de nacht naar vrijdag dus een actieve storing over. Het behoorlijk wat sneeuw. En dan vooral in de Italiaanse en de Oostenrijkse Alpen kan er behoorlijk wat sneeuw gaan vallen. Echt een sneeuwdump. En ook begin volgende week is het toch echt wel kouder weer met geregeld sneeuw. Dan komen ook de Franse en de Zwitserse Alpen aan, ja, aan bod. En ja, dan gaan we dit soort beelden zoals hier achter me echt wel op meer plaatsen zien. Kortom, het wordt dus allemaal een stuk beter. Misschien voor sommigen te laat, maar wie nog op Wintersport gaat, toch echt wel weer goede berichten. Ik wens u een fijne dag.